In mijn One Block Hardcore wereld heb ik één groot probleem. Om aan materialen te komen moet ik namelijk bomen kappen of de One Block minen. Maar dat duurt erg lang en er spawnen allemaal vervelende monsters om mij lastig te vallen. Gelukkig kwam dit vreemde paard met een fantastische oplossing. Ga naar de Nether. De Nether is een gevaarlijke plek vol met onvriendelijke beesten die me willen vermoorden. Maar ook een plek waar ik kan ruilen met piglins, nieuwe structures kan ontdekken en heel veel materialen kan vinden. Ik geloof dat we een doel hebben voor deze aflevering. Welkom bij One Block Hardcore. Leuk dat je kijkt. De Nether klinkt als een mooie uitdaging, toch? Nou, er is wel één probleempje. Om de Nether te bereiken heb ik namelijk obsidian nodig, zodat ik een portal kan maken. En ik heb precies 0 obsidian in bezit. En ik heb ook nog eens geen idee wanneer we dat krijgen. We zitten nu in de Red Desert fase. En ik hoop heel erg dat we hier obsidian van krijgen. Maar ik heb werkelijk geen idee. Hoi, Carl. En behalve een Nether portal heb ik nog een doel voor deze aflevering. Ik wil van ome Vincent een librarian maken en met hem ruilen tot hij master is. Dan kunnen we namelijk aan Nametex komen, want er werd een fantastische reactie achtergelaten over wat ik moest doen met de creeper spawn egg. Kan je de creeper Henk noemen? Want als je een hok bouwt met glasblokken, sorry, kan volgens mij niet met die kleine, ben de naam kwijt, dan doet hij niet. Boom. Klinkt toch als een uitstekend idee. Maar als ik die creeper in een glazen box doe zonder dat ik hem een naam geef, dan despawnt hij. Vandaar dat we zo'n Nametex nodig hebben. En ik heb hier boeken. En ik heb hier nog wat slabs. Dus we maken een bookshelf. En dan een lectern. Vincent, jij wordt een bibliothecaris. Oh. Ja? En om met hem... Dit is een hele slechte. Om met hem te ruilen hebben we dus papier nodig. En papier maken we van sugarcane. Sugarcane, sugarcane, sugarcane. Ik heb geen sugarcane. Dat is eigenlijk best wel essentieel om te hebben. Carl, heb jij misschien sugarcane? Carl? Nee. Oh, nog een wandering trader. Heb jij misschien sugarcane? Ai. Sugarcane is wel een redelijk essentieel item om te hebben, toch? Waarom heb ik dat niet? Nou, Vincent, de nutteloze librarian. Dit project moet nog even wachten. En we hebben trouwens nog een probleem. Want voor name tags heb je natuurlijk ook een anvil nodig. Ik heb 4 iron. That is so sad. En volgens mijn berekeningen heb je er 31 nodig. Nou, dat gaat ook nog lastig worden. Het klinkt alsof ik de one block moet gaan minen. Oh, welkom ezels. Wat leuk. Ik had ook gewoon heel mijn armor niet aan. Waarom heb ik 2 helmen? Schapen. Iemand zei trouwens, maak een villager hotel. En dat lijkt mezelf wat extreem. Ik vind je echt een schatje hoor, Vincent. Maar een hotel voor 1 villager is misschien wat veel van het goede. Een hotel kunnen we natuurlijk wel bouwen als we wat meer villagers hebben. Maar wat ik voor nu wil doen, is een nieuw huis voor mezelf bouwen. Dan kan Vincent hier lekker in blijven zitten. Samen met zijn vossen. En dan kan ik voor mezelf een nieuw huis bouwen met spullen uit de Nether. Of nieuwe spullen van de One Block. Ja. Al mijn hoop is gevestigd op dit ene blokje. Nog meer ezels. Let's go. Ik heb alleen nog steeds geen zadels. Ik heb het idee dat ik heel veel belangrijke spullen mis. Geen sugarcane, geen wol, geen zadel. En toch zo succesvol. Hoe is het mogelijk? Cactus. Oeh, we hebben cactus gekregen. Cactus farm. Oh, dit is er weer zo eentje zonder wapen. Welkom. Huh? Uh-oh. Ik zit vast in het water. Mijn bel is kapot. Man, that was insane. Waarom valt deze man me aan, maar heeft hij... Hè? Ik moet hier even een nachtje over slapen. Hallo? Meneer? Hallo? Ik had helemaal mijn trident gepakt om met die man te vechten. Is hij verdwenen? Iemand gaf me trouwens een tip dat ik niet met mijn trident moest slaan, maar dat ik ermee moest gooien. Nou is dat heel onhandig, want er zit geen loyalty op, dus hij komt niet terug. En sowieso, als je hem in de void gooit, dan... Kan ik alsjeblieft wat betere tips krijgen? Ik heb even zitten hakken en ik heb er 3 iron bij. Maar mijn iron pickaxe is ook bijna stuk. 31 iron krijgen wordt nog spannend. Gelukkig heb ik hier nog een trident. Oeh, een kist. Nog meer dode bosjes. Nice. Nog een villager. Kai! Oh, maar dit is geweldig. Kai, jij bent verschrikkelijk welkom. Zou jij toevallig bij Vincent willen wonen? Ik denk het wel, hè? Zodra het nacht wordt dan. Tot die tijd blijf je gewoon veilig hier. Dan heb ik nog steeds wel een probleem, want ik wil die villagers natuurlijk breeden. En daarvoor heb ik bedden nodig. En voor bedden heb je wol nodig. En ik vind jullie echt schatjes, maar dit gaat niet werken.
Ik moet hier nog even over nadenken, Kai. Maar laat ik me niet afleiden van mijn doel, de Nether. Alleen Kai moet daar wel even weg, want dat is natuurlijk helemaal niet veilig. Kai, kom erbij. Kai? Kai, anders beweeg je even. Kai, die kant op, jongen. Kai doet helemaal niks. Kai, waar? Ja? Kai, let's go. Fantastisch. Top. Kai is binnen. Kai komt nooit meer buiten. Sorry, Kai. Hoe krijg ik heel veel wol en hoe ga ik het aanpakken met het villager hotel? Oh, maar als ik dan met oneindig veel villagers kan traden, gaat dat wel echt heel erg helpen. Ah, nog zo'n gek paard. Hier zo. Je hebt concurrentie. Geen ruzie maken, hè, jongens. Een monster party. Een monster party. Wat gaat er komen? Is dit het? Oh, maar ze hebben zwaarden. Ik pak mijn boog hierbij. Dat is één. Huh? Mijn ontwerpje is kapot. Oh, ze zitten wel een soort van vast in het water. Mijn fontein is wel een beetje een succes. Alleen ze hebben het wel gesloopt. Dat is wel weer een beetje jammer. Ah ja, ik heb sowieso een nieuw bed nodig. Wacht, zal ik anders even opblijven? Misschien spawnen er wel spiders, zodat ik string kan maken. En daarna van wol en dan een nieuw bed voor mezelf. Hey joh. Ja, 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 ja. Geen string. Hai. Au. Ja, twee spinnen. Jij moet even aan de kant. Ja, spinnetje, spinnetje. Oeh. Eén string. Nog 11 te gaan. Au. Ja. Ha. Oh nee. Oh nee, mijn pijlen zijn op. Ah! Ik wil gewoon alleen spinnen. Wat is dat wel voor troep? Ja, spinnen. Hier zijn heel veel spinnen. Nee, komt er één. Er komt er één. Ja. Au. Au. Er spawnen ook gewoon Enderman. Dit vind ik maar niks. Laat maar dan. Ik heb nu wel heel veel van die gekke paarden. In deze kist zitten schapen, sugarcane, wol en zadels. Pamela, wat gezellig dat je er bent. Dat ik geen schapen heb, begint nu al echt een probleem te worden. Ik kan niet eens een bed maken voor Pamela. Ik heb een idee. Ik heb ineens een uitstekend idee, Pamela. Dit is misschien wel mijn beste idee ooit. Ik kan natuurlijk met een klein beetje hout een loom maken. Kai, als jij nu even een shepherd wordt. Shepherd. Word een shepherd, Kai. Weet je wat? Vincent, jij wordt een shepherd. Kijk eens aan. En je ruilt 2 emerald voor shears. Dan moeten we nu een emerald komen. Ik heb flint. We maken een fletching table. Kai, jij wordt een fletcher. Oh, nee. Ik heb overal barrels. Ik dacht, ik haal wat barrels weg. Want dan wordt Kai geen... Wat ben je eigenlijk? Een visser? Maar nee, hoe gaan we dit oplossen? Kai! Dit is perfect. Nee, geef mijn boek terug. Geef mijn boek terug! Ik heb dat boek heel hard nodig. Kai, waarom ben je nog steeds een visser? Mijn plan was dus om deze aflevering naar de Nether te gaan. Maar in plaats daarvan ben ik met villagers aan het worstelen. Het doel blijft, maar ik wil gewoon even kijken of dit werkt. Pamela, jij moet gewoon nog heel even daar blijven. Ik kom er dus achter dat ik gewoon geen cobblestone heb om bijlen te maken. Wat dus betekent dat ik bomen moet gaan kappen met een houten bijl. Hopelijk krijgen we deze aflevering een lava bucket. Maar verder gaat alles helemaal top. Hi! Ja, dat zat eraan te komen natuurlijk. Zo, en dan maken we nu heel veel sticks. Kai is ondertussen een fletcher geworden. Kai, jij wilt mijn sticks. Dit gaat top. Dan kan ik met Vincent scharen ruilen. Ik heb meer emeralds nodig. Heb ik hier nog sticks? Aha. Heb ik hier nog emeralds? 5. En hier ook nog 5. Hopelijk is dit genoeg. Meer scharen. En dan ga jij nu wol verkopen of bedden. Ja! Het werkt! Paars. Prachtige kleur. Very professional Minecraft hardcore Minecrafter. En dan heb ik voorlopig ook meer dan genoeg scharen. We maken 2 bedden. Hier een bed. En dan heb ik hier wat aardappels. En nu maken jullie een baby. Ja? We zien hartjes. Zie ik dat goed? Ja! Het werkt! We hebben helemaal geen schapen nodig. Vincent, dit is toch top? Even eerlijk, dit is toch top, Vincent? En dan wil Pamela vast bij jullie gaan wonen nu. Die kant op, Pamela. Pamela, schatje. Die kant op. Met je wenkbrauw. Pamela heeft er weinig zin in. Pamela, jouw bed is die kant op. Pamela, lopen. Ja, daar ga... Nee. Waar ga je... Niet springen! Het wordt donker. Het is gevaarlijk. Ja, daar gaat ze. Nee.
Ja? Ligt ze in bed? Nee. Nou, Pamela, zoek het uit. Ik heb, geloof ik, nog een idee. 2 ijzer. 4 planken. Smithing table. Pamela, het is nu dus de bedoeling dat jij... Ja? Pardon? Ja, dit is perfect. En met die bijlen kan ik dan meer bomen kappen. En daar dan weer sticks van maken. Die dan weer ruilen met Kai. En die emeralds dan weer ruilen voor meer bijlen. Wat bijlen betreft kunnen we nu in ieder geval vooruit. En het is natuurlijk zo dat we... Wacht eens eventjes. Hoe is er nog een baby gekomen? We hebben helemaal niet genoeg bedden. Maar we kunnen nu in ieder geval wel met villagers gaan ruilen. Maar ik denk dat ik dat voor de volgende aflevering ga bewaren. Want we willen natuurlijk naar de Nether. En daarvoor heb ik obsidian nodig. En er is maar één manier om aan obsidian te komen. Dit blok hakken. Ah! Sugarcane. Wat moet ik nou met een Wither Rose? Wat? Sugarcane, er zit echt sugarcane in. En een fox spawn egg. Ik heb wel genoeg vossen, geloof ik. En ze jatten al mijn spullen. Oh, ik kan echt niet geloven dat daar gewoon echt sugarcane in zit. Zand, water, sugarcane. Dit zou nog wel eens extreem lang kunnen gaan duren. Maar we hebben nu wel sugarcane. Wat betekent dat mijn hele creeper spawn egg plan misschien nog wel kan werken. Carl, niet springen. Vincent, geef mij nog wat wol. Ik denk wel dat ik kan zeggen dat villagers officieel mijn huis hebben overgenomen. En dat ik ergens anders moet gaan wonen. Maar voor we een huis kunnen bouwen heb ik eerst meer materialen nodig. Dus voorlopig slaap ik wel hier. Ik krijg het idee dat ik deze fase extreem veel afgeleid raak door alles wat ik krijg. We hebben gewoon sugarcane. Focus, KB. Focus. Oh. Oeh. Ja. Een nieuwe music disc. 13. Als ik het me goed herinner, is dit wel echt een heel slecht muziekje. Even kijken wat Patrick, Bart en Sven ervan vinden. Hi, Antonio. Oh ja, en deze twee papegaaien. Hoe ga ik jullie eigenlijk noemen? Waarom gaan jullie hier lekker op? En dit is wel echt de eeuwige chagrijn. Ja, sorry jongens, maar ik vind het zelf dus helemaal niks. Nog een wandering trader? Emma! Welkom, Emma. Wat verkoop jij? Niks boeiends. Ik heb nu toch oneindig veel emeralds. Wat een sfeer. Focus! We zijn er! We zijn er! We hebben het gehaald. Dit is de laatste kist van deze fase. Oeh, heel veel meer emeralds. En cobwebs. Bottles of enchanting. Ik klaag niet. We hakken deze kist. We wachten 70 seconden. 3, 2, 1 en... De Nether. Oké, snel even slapen. De sugarcane is gegroeid. Oh. Oh. Hey, nu gaat het 2 keer zo snel. De Nether-fase. Het kan bijna niet anders dan dat we nu obsidian krijgen en naar de Nether kunnen, toch? Toch? We krijgen in ieder geval al Netherrack. Waarom heb jij een emmertje melk vast? Emma. Oeh, en blackstone. En dit krijgen ook de... Oeh, en netherbrick. Soul sand. Oh, oh nee, oh nee. Je bent koud, jongen. Ah! Oeh, goud zwaard gekregen. Ja, we moeten dit slim aanpakken. Als er piglins kunnen spannen, dan kunnen er vast ook blaze spannen en ghasts. En de hele boel is natuurlijk best wel van hout, dus voor je het weet staat het in de hens. Maar wat we kunnen doen, is deze pilaren vervangen door deze prachtige bruine terracotta. Hier, dat verschil zie je niet. En ghasts en blaze kunnen natuurlijk ook vliegen, dus er moet eigenlijk iets van een dakje overheen. Van red sandstone. Dit is misschien wel mijn mooiste kunstwerk ooit. Het is niet echt een fontein meer, neem me niet kwalijk. Maar we zouden nu wel echt super veilig moeten zijn, toch? Oh, ancient debris. Wacht, heb ik daar een diamond pickaxe voor nodig? Dit duurt in ieder geval heel erg lang. Dat was zonde. Wacht, obsidian. We hebben obsidian. Let's go. Diamonds. Ja, oeh. Ik wist het. Oké, laten we nu onze diamond pickaxe gebruiken. Ja, we hebben gewoon ancient debris. Oeh.
Als dit de derde fase is, dan wordt het een makkie. Oeh, een kistje. Wat zal erin zitten? Geef me meer obsidian. Een zombified piglin spawn egg. En oak sapling. We zitten in de netherfase. Ik krijg een oak sapling. Het wordt steeds gekker. Ik heb nu gewoon al 3 spawn eggs. Emma is tot nu toe duidelijk ook niet onder de indruk van de netherfase. Het is hier wel een beetje donker trouwens. Ja, obsidian nummer 2. Quartz. Oh, dit is geweldig. Dat betekent dat we nu observers kunnen maken. En dan ook een automatische sugarcane farm. En dat is weer gegroeid. Tot nu toe is deze fase geweldig. Ik schrok me kapot. Deze gasten zijn ook echt sterk. Die kunnen ook echt ver slaan. Au, ze veranderen ook allemaal in zombies. Hier, blijf weg. Oh, ik ben zo blij met dat hekje. Zo'n hoklin is best wel eng. Shroomlights. Oeh, dat kan ik hier misschien wel ophangen. Nou, maar dat is toch weer prachtig. En nu maar hopen dat het niet wordt opgeblazen. Glowstone. Oké, hier was ik dus al bang voor. Nee, mijn boom in de fik. Nee. Oh, nee. Nee. Niet mijn boom. Oh, nee. Dit is het begin van het einde. Ah! Oh, nee. Oh, nee. Op een boom in de hem. Dit is overduidelijk niet veilig. We hebben een blazerot gekregen. En een blazerot, dat betekent dat we een brewing stand kunnen maken. En dan dus ook kunnen ruilen met de cleric. En hoe ga ik dat nou veiliger maken? Ja, ik heb het behoorlijk verpest. Er staat een gedrocht in het midden van mijn one block eiland. En volgens mij is het niet eens echt functioneel, want ze kunnen hier tussendoor schieten. Nou, we gaan het zien. Oeh, een kist. Wauw. Een strider. Hoi. Ja, jij hebt het natuurlijk wel heel erg koud zo. Lekker chillen buiten de... Je hebt wel een groot hoofd, maar... Oh, 2 wither skeletons. Hij is dan misschien wel heel erg lelijk, maar ik ben er blij mee. Oeh, nog een kist. Een ghastdeer? Dat belooft weinig goeds, vrees ik. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat ik iets sneller iets meer obsidian zou krijgen. Ik heb er nog maar 2. Nee! Oh, een ghast. Mijn hekje is opgeblazen. Oeh! Het begint ook nog eens te regenen. En het wordt donker. En ik heb een ghast vermoord. Ach nee. Ach nee. Oeh, wel string. We plaatsen dit hekje gewoon terug en dan doen we net of er niks gebeurd is. Mijn crafting table stond daar. Dat kan echt niet. Ik heb hier wel van die nether brick. Het wordt er allemaal niet mooier op, hè? Ah! Ah, ze zijn ontsnapt. Ze zijn ontsnapt. Zijn zombified. En dan vallen ze me ineens niet meer aan. Oeh, jij mag wel mooi daarheen. Doei. Dat was echt heel eng. Ik heb ineens een idee. Een geniaal plan. Kijk, als er nu een monster spant, dan ren ik hier, doe ik het hekje open. Boom, hekje dicht, monster opgesloten. Dit moet werken. Nee, doe het niet, Carl. Zit jij mij nou nog steeds uit te lachen? Ik heb wel echt nog steeds maar 2 obsidian. Dat mag echt wel iets sneller gaan. Oh. Ja, dan zit je gevangen. De pressure plate werkt. Wat is dit voor danseres? Oh! Ah, obsidian nummer 3. Volgens mijn berekening hoef ik er dan nog maar 7 te gaan. Nee, ze zijn ontsnapt ook! Nee! Ancient debris! Nog meer ancient debris! Nee! Oh. Niet op Emma schieten. Oh, vol. Emma! Ik begin me dus wel een klein beetje zorgen te maken. Want voor mijn gevoel heb ik al best veel blokken gehakt. Maar we hebben nog steeds maar 3 obsidian. Een wither skeleton skull. En we hebben nether ward. Nu kunnen we gewoon potions maken. Ik bedoel... Nu kunnen we gewoon potions maken. Wauw, dat is echt een... Wow, dat is echt een goede kist. Laat ik die nether ward ook meteen planten. En dit is echt een prachtige plek. En weer door. Die vos zit mij alleen maar de hele tijd te begluren. Nee. Oh, nee.
Oh, nee. Ik ben bijna dood. Oh, ik zat vast in het water. Hier moet ik even van bij komen. Een monster party. Een monster party. Wat gaan we krijgen? Guards? Blaze. Een ghast. En nog veel meer. Hoeveel sprottels valt er? Ja, maar die ghast kunnen we wel verslaan. Oh, het zijn ook meerdere Blaze. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, niet mijn eiland. Ik moet die andere Blaze zo snel mogelijk verslaan. Ga aan de kant. Ja. Oké, mijn eiland is nog heel. Oh, het zit er allemaal nog meer. Woehoe. Ik heb alles volledig onder controle. Oké, ik ben klaar om te vechten. Kom maar op. Jongens. Oh, een nieuw shirt. Staat me best goed en het is lekker rustig. Ik ga niet klagen. Ah! Nee, nee, nee. Er staan dingen in de fik. Nee, 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 nee. Oh, een Strider. Oké, nu, lieve Strider, ga ik jou niet gewoon in de open lucht zetten. Want dan ga je dood door de regen. Het regent letterlijk nooit hier. Omdat ik altijd braaf slaap, gaat het één keer regenen meteen een Strider dood. Maar ik weet wel een leuke plek voor jou. Komt u maar mee, meneer de Strider. Kijk, jij mag gezellig hier... Hier bij Antonio de Panda. Antonio de Panda en Fredericus de Strider. Gezellig. Jullie worden vast dikke vrienden. En nu wil ik mijn obsidian zodat ik een netherportal kan maken. Obsidian nummer 4. Eindelijk. Hey! Gezondheid. Nummer 5. We zijn op de helft. Ja. Nummertje 6. Ik heb er ineens weer vertrouwen in. Dit gaat lukken. Ja, nummer 7. Ah, nee, 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 nee. Deze zijn echt alle engst. Oh, het zijn er meer! Oh, ho, ho, ho. Weer mijn hekje opgeblazen. Vind ik lullig. Ja, nummertje 8. Obsidian nummer 9. Ja, daar is die. Obsidian nummer 10. We kunnen nu gewoon een netherportal maken. Ik wil 3 dingen bouwen. Een netherportal, een nieuw huis voor mezelf en een cobblestone generator. Een creeper en een glazen doos zal helaas nog even moeten wachten, want ik heb nog steeds maar heel weinig iron. 3 gebouwen, dus ook 3 platforms. En ik wil die om mijn huis heen bouwen en ik dacht misschien is het wel cool als ik trappen maak, want dan is er iets meer hoogteverschil. Mijn hele wanblokwereld lijkt namelijk wel een beetje op een pannenkoek zo. I ordered pannenkoekers. Marvin. Dus een beetje hoogteverschil kan geen kwaad, denk ik. Hi, waar kom jij vandaan? Een naam voor mijn nieuwe vriend lees ik graag in de reacties. Voordat ik mijn netherportal in elkaar ga zetten, moet ik eerst maar zo'n platform bouwen. Dus dat betekent weer heel veel bomen kappen. Maar gelukkig kan ik nu toch oneindig veel bijlen ruilen met Pamela. Hoef ik die bomen niet meer met mijn handen te slaan. Ik heb er weer een lekker zooitje van gemaakt. Maar volgens mij heb ik wel alle materialen. Ik heb heel veel slabs en ik heb planks en ik heb trappetjes en ik heb wat bladeren. En ik ga maar snel die platformen maken, zodat ik daarna een nieuw huis kan bouwen. Wordt een beetje gek van de herrie hier zo. Let's go! Dat ziet er best cool uit, toch? En weet je wat ook cool zou zijn? Als jij nu zou abonneren. Laten we nu dan die netherportal bouwen. Geen zorgen, deze is maar tijdelijk. Ik maak hem later mooier. Flint en steel. Flint en steel. Ik heb geen flint. Aha. Hij doet het. Maar laten we dit slim aanpakken. Voordat we naar binnen gaan, wil ik als eerst zorgen dat ik een bucket bij me heb, zodat ik lava kan halen. En ik wil eigenlijk ook een potion of fire resistance maken. En die zetten we wel even hier neer. En als het goed is, dan maak ik die zo. Ik vergeet de fuel. Perfect. Super professional Minecraft. We hebben uitstekend goede armor. We hebben een boog. We hebben onze trident om mee te vechten. We hebben potions. En we hebben 2 buckets. We gaan echt alleen voor de lava. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er aan de andere kant van deze portal zit. Belangrijk momentje. En? Oeh. Dit ziet er op zich wel goed uit. We zitten wel ver boven lava. En we hebben gelijk al quartz,
Heel veel boomblocks. Dit is top. Ojojoj, het is wel echt heel erg diep. Oké, laten we kijken of we naar beneden kunnen komen. Oké, we zijn er. We hebben gewoon lava. We hebben lava! Dan gaan we nu wel weer weg hier. Op naar een cobblestone generator. Hé, nog een kat. Hallo! Ik heb alleen geen vis. Ik wil de cobblestone generator op dit platform bouwen. Maar dat is natuurlijk best wel gevaarlijk, want dit is allemaal van hout. En lava brandt. Maar ik heb best wat mossy cobblestone. Dat werkt wel, denk ik. Dan doen we hier water. En dan doen we hier lava. En als het goed is, het werkt. Ik hoop alleen wel dat mijn eiland verder niet in de fik vliegt. Maar we hebben nu gewoon oneindig veel cobblestone. Ik ben hier heel erg blij mee. Om te vieren dat we naar de Nether kunnen, wil ik deze tijdelijke lelijke portal transformeren. Maar ik denk dat ik eerst een huis voor mezelf ga bouwen, want ik word echt helemaal gek van al die geluiden hier. En alle boeven. En we hebben nu een cobblestone generator, dus het moet heel makkelijk zijn om aan materialen te komen. Makkelijker in ieder geval. Hier. Ik heb gewoon al meer dan 2 stacks cobblestone. Dat is gewoon meer dan ik ooit gehad heb. Omdat we nu toegang hebben tot blokken van de Nether, wil ik voor de fundering van mijn huis blackstone gebruiken. Zoiets als dit. En dit is ook ver genoeg, want ik hoor niks van die villagers. En dan nog iets meer hout. En iets meer steen. Ik ben bijna klaar met verzamelen. Alleen ik vrees dat ik net een beetje blackstone tekort kom. Jeetje, wat een gezellig. Oh, ik schrok me kapot. Blackstone, blackstone, blackstone. Daar? Kan ik daarbij komen? Hey, we zijn er bijna. Hier ergens moet het zijn, toch? Ja, blackstone. Serieus? Waren het maar 2 blokjes? Oh, 3. En zelfs 4. Wat ik allemaal wel niet over heb voor mijn nieuwe huis. Oeh, een basalt delta. Hier is altijd veel blackstone. Oké, we hebben een stack. Snel weg hier. Scheer je weg. En dan hebben we zo, geloof ik, echt alles. Kunnen we gaan bouwen. Let's go. Ik ben erg blij met mijn nieuwe huis. En ik ben ook heel erg blij dat we bij Nether spullen kunnen. Want met blackstone ziet het er al een stuk beter uit dan dit. En ik ben zelfs al een klein stukje begonnen met de inrichting. Ik heb hier plek voor opslag. En ik heb een open haard waar ik kan smelten. En hierboven is het nog leeg. Maar volgende aflevering kan ik hier mijn enchanting setup maken. Ik geloof dat dat nu wel moet gaan lukken. Laat ik nog even mijn cobblestone scaffolding weghalen. Oh, en nu we die shepherd hebben. Shepherd Vincent. Boom. Wat gebeurt hier nou weer? Dan wil ik nog 1 ding doen. En dat is van deze tijdelijke portal een echte mooie grote Nether portal maken. En omdat het een portal naar de Nether is, dacht ik dat het wel cool zou zijn als we Nether brick zouden gebruiken. En daar heb ik best wat van. Alleen ik denk dat het wel cool is als de portal zelf ietsje groter is. Maar als we nu even een bakkie maken, daar dan lava in doen. En nog even iets meer lava uit de Nether halen. We even wat water pakken. En dat dan weer over de lava gooien. Dan maken we zelf gewoon meer obsidian. Dan hoeven we dat alleen nog maar te hakken. Nou, en dat proces herhalen we dan nog een paar keer. Nether portal transformatie. Let's go. Nether portal. Ik had er vlammen bovenop gedaan. Alleen die zie je alleen goed van een afstand. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar verder ben ik niet ontevreden. We hebben echt wel heel erg veel gedaan deze aflevering. Volgende aflevering gaan we een iron farm bouwen. De boel verder automatiseren. En maken we een begin aan een villager trade hall. Vergeet de like-knop niet. Doei.